Hallo allemaal en goede avond en welkom op de ADM NewsFlash, recht van de bron. Het is de laatste tijd best rumeurig geweest hier in ons kleine dorpje in de Westpoort, Amsterdam. Maar wat is er nou echt aan de hand? Wat gebeurt er nou eigenlijk daar? Hier hebben we onze favoriete correspondent. Helemaal ver weg. Live. Ter plekke. Aartje van de M. Aartje van de M, vertel eens eventjes. Ja, beetje. Ik sta hier op de ADM live. Ik sta hier, ze zijn hier pizza's aan het bakken. Voor alle mensen die helpen met de ontruiming, voor alle bewoners. Er is van alles aan de hand. Er gaan vrachtwagens in en uit. Containers worden ingepakt. Tractoren rijden af en aan. Het is ontzettende chaos. Maar ondertussen is het ook nog gewoon ADM zoals ADM is en blijft. Maar Aartje, ik hoorde iets over dat de VN zich ging bemoeien met deze zaken. Na de eerste aanvraag of advies van de VN kwam er nota bene een tweede advies, wat heel ongebruikelijk is. Dus je zou zeggen, daar zou de gemeente naar moeten luisteren. Maar de gemeente heeft 2 keer toe, of misschien wel meer, dat moet ik nog even navragen. Maar in ieder geval, ze hebben het advies afgewezen. En ze zijn van plan gewoon te gaan ontruimen. Maar Aartje, het is toch normaal dat een beschaafde gemeente normaal luistert naar het VN-advies? Voorzitter, dank u wel. Ik meen mevrouw Poot te horen suggereren dat ADM-bewoners geen normale mensen zijn. Mevrouw Poot? Ja, voorzitter, ik probeer juist te betogen dat ik vind dat we deze mensen als normale mensen moeten behandelen. Namelijk, zoek een huis, zoek een baan en lever het terrein bezig schoon op. Nou, dat is dus gewoon normaal. Heel gewoon en normaal. Voor gewone mensen, ja, zou je zeggen dat is normaal. Maar in deze situatie is de gemeente even niet zo helemaal normaal. En hebben zij zoiets van, wij negeren dit advies en we zetten die ontruiming door. En nu Aartje, wat gaat er nou eigenlijk allemaal gebeuren nu de komende dagen? Nou, weet je, de komende dagen blijft het gewoon ADM zoals het is. Er rijdt hier en daar natuurlijk wel een tractor in en uit met een container hier en daar. Er is van alles aan de hand qua verhuizen. Maar de bewoners, die zijn er nog. En voorlopig blijven ze gewoon nog. Nou, bedankt Aartje van de M. En tot de volgende keer. Onze favoriete correspondent, helemaal ter plekke in de Westpoort Live Amsterdam. Je wilt niet weten hoe geweldig ze is. Je wilt het gewoon niet weten. Nou, nu gaan we even over naar onze ook favoriete Amsterdamse super alles correspondent. Take my